Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trekt vrij veel bewolking over ons land en er vallen ook een aantal buien. Met die buien kan ook onweer samengaan. En er is ook kans op wat korrelhagel. En de kans erop is het grootst in het westen van het land en rond het IJsselmeer. Vanochtend hebben we temperaturen van een graad of 10, 11 op sommige plaatsen al. En vanmiddag komt er nog iets bijna, wordt het zo'n 12 graden. In de loop van de middag komt er ook wat meer ruimte voor de zon, tegelijkertijd draait de wind naar west tot noordwest en neemt nog wat toe, vooral in de kustgebieden kan het krachtig waaien, windkracht 6, misschien zelfs af en toe hard, windkracht 7. Vanavond verandert het niet veel, maar op de meeste plaatsen wordt het land inwaarts langzaam droog, in de kustgebieden blijft wel een enkele bui mogelijk, net als vannacht. Morgen dan een dag met opnieuw een paar buien, vooral in het westen en noorden van het land. Er is ruimte voor wat zonneschijn. De temperatuur ligt rond de graad of 11 en er waait een matige tot vrij krachtige wind uit de west tot noordwestelijke richting. Zondag is dan een dag met het meest droog weer, maar wel met wat meer wolkenvelden en lagere temperaturen na een koude nacht met mogelijk een graadje vorst wordt het een graad of 8. Maandag doen we het met 7 graden. Daarna gaat de temperatuur langzaam weer iets omhoog. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.